Ik wil jou het liefst voor altijd. Zie ik je met een ander, doet het me pijn. Wij zijn een team. Yo, what's up? We zijn vandaag in Tiel en hier woont Lisanne. Lisanne is een dame die houdt van voetballen en zingen. En ze weet precies wat ze wil. En wat ik wil is verkering met Jarno. Let me kiss you. En Jarno is de nieuwe jongen uit haar klas. Ja, ik ken Jarno maar 2 weken, maar ik ben echt stapelverliefd. Toen hij de klas in kwam, dacht ik, boem, dit is hem. Ja, dat kan je zomaar overkomen. Lisanne heeft al eerder verkering gehad, maar wat ze nu voelt, dat is anders. Maar wat is er eigenlijk zo anders? Ik weet het niet. Hij is knap, lief en grappig. Ik heb hem nog nooit zo gevoeld en helemaal niet zo snel. Gelijk die eerste dag vroeg Lisanne verkering aan Jarno, maar Jarno zei nee. En dat is nou niet helemaal gek, want ja, hij kende haar natuurlijk helemaal niet. Nee, hij wilde hem eerst beter leren kennen. Het was ook niet zo slim om gelijk de eerste dag verkering te vragen. Maar ik werd een beetje opgestoken door vriendinnen, dus daarom deed ik het. En diezelfde vriendinnen zijn de grootste concurrenten voor Lisanne. Want ja, zij is niet de enige die valt voor deze mooie boy. Nee, klopt. Ik moet er snel zijn met deze supercoole actie, zodat hij alsnog voor mij kiest. Want denk je dat je nog kans maakt dan? Ja, want we zijn nu al 2 weken verder en we hebben elke dag met elkaar gespeeld. Dus ik denk dat het wel goed zit met het kennen nu. Je hoort het. Als Lisanne iets wil, dan gaat ze er ook voor. Zou Jarno zich na 2 weken bedacht hebben en is de liefde inmiddels wederzijds? Ik ben benieuwd. Lisanne, als ik het goed begrijp, ben je al ruim 2 weken verliefd op Jarno. Je hebt hem al gelijk verkering gevraagd. Hij heeft nee gezegd. Maar je wil er alsnog voor gaan. Hoe zit dat? Wat is er dan zo ongelooflijk bijzonder aan deze jongen? Nou, hij is lief, leuk, grappig. En ja, we spelen ook heel vaak samen en het is heel leuk. Heb je eigenlijk een foto van hem? Ja. Kijk, dat is nog eens een stoere fotomodel. Was het zijn lach wat gelijk je hart heeft gestolen? Ook. En wat nog meer? Ik vond zijn haar heel cool. En hij besproet en dat vind ik heel mooi. Sproeten is heel leuk. Ja. Ik vind het nogal bijzonder dat je iemand meteen de eerste dag hebt durven vragen. Ik bedoel, hoe ging dat dan? Nou, we gingen spelen, maar mijn vriendinnen zeiden, ja, doe het. En ja, ik dacht, het is ook wel fijn voor mezelf, want dat is er maar uit. En ja, toen zei hij, nee, vraag het volgende week nog een keer. Dan kunnen we elkaar beter leren kennen. Oké, dus hij heeft zelf gezegd dat je het hem nog een keer moest vragen? Ja, eigenlijk wel. En ben je bang dat als je te lang wacht, dat er dan kapers op de kust zijn? Want je eigen vriendinnen zijn al een soort van verliefd op hem. Nou, heel veel vriendinnen vinden hem ook leuk. Maar ik denk dat ja, ik het meeste kans maak. Maar ja, hij moet zelf kiezen wie hij leuk vindt. Maar maakt dat het niet allemaal extra lastig? Ik bedoel, als jullie met z'n allen verliefd zijn op dezelfde jongen? Ja, eigenlijk een beetje, maar ja, ze zeiden als jij verkering met hem krijgt, dan maakt het niet uit. We blijven toch altijd vriendinnen. En ze zouden niet irritant gaan doen of zo. Maar jullie trekken nu wel al veel met elkaar op. Wat doen jullie dan als jullie samen zijn? Nou, we voetballen vaak met elkaar. We klimmen vaak in bomen. En ook aan doeltjes klimmen. Oké, maar dat zijn eigenlijk allemaal een beetje jongensdingen, toch? Ja, maar ben je dan niet bang dat als je hem weer vraagt, dat het dan ja, de zoveelste jongen is die nog niet toe is aan verkering en gewoon liever met jou boompjes wil klimmen en gewoon de stoere maatjes dingen wil doen? Een beetje. Nou, daar gaan we ervoor. Maar laten we dan wel zorgen dat je er vandaag tip-top als een echte verkeringsdame eruit ziet. Dit gaat volgens mij helemaal goed komen zo, hè, met jou. Ja. Hey, heb je eigenlijk wel eens eerder verkering gehad? Ja, 2 keer. 2 keer al? Ja. En hoe was dat dan? Was dat heel anders dan nu? Of was je toen ook gewoon echt oprecht verliefd? Nou, heel anders dan nu. Heel anders dan nu? En ja. Wat was er dan zo anders? Nou, op die jongen was ik niet echt heel verliefd. Maar op Jarno wel. Ik denk dat die jongens dat nu ook heel leuk vinden om te horen. Maar goed, dit is dus serieuze liefde. Ja. Hey, ik hoop het en ik gun het je van harte. En ik heb wel een beginnetje voor je gemaakt. Oké. Klinkt als volgt. Dit komt van iemand die je al eerder gevraagd heeft. Het is bizar wat dit gevoel met haar gedaan heeft. Je kende haar pas een uur en dat ging een beetje snel. Maar liefde is het grote woord en dat is in het spel. Ja, heel goed.
Ja, vind je mooi? Ja. Maar wat moet er nog meer in? Dat ik gelijk verliefd werd toen hij in de deuropening stond. Iets van, ze dacht gelijk, dit is hem. Mijn idool en ik ben fan. Ja, goed. Ja, goed gekeurd? Oké, nou, terwijl jij je haar lekker laat stijlen, ga ik hem maar weer even typen. Oh, en wat ik er ook nog in wil, is dat hij lief en aardig is. Ja, en dat je meteen op zijn looks viel, toch? Ja. Oké, ja, daar kunnen we wel wat mee. Ze vindt je lief. Ze vindt je aardig. Je hebt die swag, want jij bent bazig. Ja. En bazig, je weet wat we daarmee bedoelen, toch? Ja. Oké, dat hij gewoon de baas is in de club. Oké, geef me nog maar meer. Dat het echt je liefde is en dat ik het nog nooit gevoeld heb. Dit gevoel hier is puur en apart. Ze vindt je hot. Ze vindt je superknap. Ja. En ik hoop dat we nu zoveel, omdat we nu zoveel met elkaar hebben gespeeld, dat hij ook verliefd op mij is geworden. Ja, ik denk dat dat een mooie einde is. Als we iets doen met... Dat je iets doet met jullie spelen elke dag, maar deze dame is benieuwd of je verkering met haar wil en daarom vraagt ze je opnieuw. Ja. Top? Echt goed, ja, top. Nou, de tekst hebben we. En jij ziet er ook echt als een dame uit, moet ik je zeggen. Dank je. Ja, haar is fantastisch. Hey, als hij nou ja zegt, wat ga je dan met hem doen? Naar de film. Nou, dat is in ieder geval heel romantisch. Hey Joyce, is ze eigenlijk klaar? Ja hoor, ze is klaar. Dan denk ik dat het tijd is om hem te gaan overvallen. Let me kiss you. Lieve Lisanne met je mooie hairspray en krulhaar. Jarno woont daar. Ik ga hem gelijk overvallen. Ik hoop echt op een ja, maar ik kan niks anders doen dan mijn stinkende best. Hou je rustig hier? Ja. High five. Tot zo. Jarno. Hoe is het, vriend? Je had me niet verwacht, hè? Hey, ik zag toen ik hier binnenkwam een gigantische bord met een hond die aan het beschermen was. Die is nu niet in de buurt. Nee, die zit in de bed. Gelukkig, dan kan ik jou vertellen waarom ik hier ben. Laat ik me eerst even netjes voorstellen aan je moeder. Dag mevrouw, ik ben Jesse. Marion. Ja nou, ik ben hier omdat er iemand is die jou op een hele speciale manier jou wil laten weten hoe bijzonder jij voor haar bent. En we hebben samen een rap gemaakt. Wellicht als ik die zo doe, dat je al enig idee hebt van wie dit kan zijn en wat diegene van je wil. Ben je er klaar voor? Muziek is wat agressief, maar we bedoelen het heel romantisch. Ja? Komt-ie aan. Check. Dit komt van iemand die je al eerder gevraagd heeft. Het is bizar wat dit gevoel met haar gedaan heeft. Je kende haar pas een uur en dat ging snel. Liefde is het woord en dat was in het spel. Ze dacht gelijk, dit is hem. Mijn idool en ik ben fan. Ze vindt je lief, ze vindt je aardig. Je hebt die hele swag, ze vindt je bazig. Dit gevoel hier is puur en apart. Ze vindt je hot, ze vindt je superknap. Jullie spelen elke dag, maar deze dame is benieuwd of je verkering met haar wil en daarom vraagt ze je opnieuw. Heb je enig idee van wie dit kan zijn? Sorry? Lisanne. Zo, jullie me eens uitpraten of jullie zo weer Lisanne. Ja, ik ga het je niet zeggen. Nee, kijk, je mag wel met me mee, want daar verderop is degene om wie dit gaat. En dan weet je wie het is en wat diegene jou wil vertellen. En wie weet is het, Lisanne? Misschien wel iemand anders. Je neemt me af. Jas aan, want het regent. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga even zo staan. Het is inderdaad... Lisanne. En je kent Lisanne natuurlijk niet al heel lang. En ze heeft je al een keer eerder verkering gevraagd. Toen heb je nee gezegd. Ja. Maar jullie spelen heel leuk samen. Het gaat hartstikke goed. Toen heb jij zelf gezegd, joh, vraag me even een weekje later. Dan kan ik je wat beter leren kennen. Ja. En inmiddels zijn we 2 weken verder. En heeft ze jou nog beter leren kennen. Jij haar ook, want jullie spelen samen en hebben het super gezellig. En ze wil supergraag een beetje romantisch naar de film. Maar wat ze eigenlijk wil is verkering. Wat is inmiddels nu daarop jouw antwoord? Ja. Dat is te gek! Helemaal top! Het is je gelukt.
Nou, allebei lachen van oor tot oor. Ik zeg nou, de nationale knuffelmomentje dan. Mag ik er nog tussen heel even? Dan mogen jullie voor altijd knuffelen. Jongens, het dikke vette ja, hier word ik gelukkig van. Ik zeg tot de volgende. Dit was gek op jou, baby. Knuffel maar weer.